Zijn naam is Tobias Stuurman. Hij woont in Spijkenisse, zit nu op een camping in Brabant. Is aan het bijkomen van het feit dat hij de grootste meerval ooit in Nederland gevangen aan de haak heeft geslagen. 2,37 meter. We zoeken hem op. Dinsdagochtend 17 augustus. Er was regen voorspeld en veel wind. Dus dat is voor een visser eigenlijk heel erg goed, omdat er dan weinig mensen op het water zitten. De stek gaat hij niet delen, maar zeker is dat er geen geplaveid paadje naar de waterkant liep. Schouderhoog struikgewas en brandnetels. En dan moet je ook nog eens een keer dat bootje achter je aanslepen. Nou, met alles wat erop zit, weegt dat zeker een kilo, 25, 30. Het is best wel een log gewicht, dus ja, het leek wel een obstakelrun. Tobias had een meerval al eerder gespot. En deze dag met het juiste aas was het raak. Je armen zijn verzuurd. Die vis is zo gigantisch sterk. Gelukkig heb ik daar wel het juiste materiaal voor. Dus in dit geval kon ik mezelf heel mooi boven de vis positioneren. Dat is eigenlijk de positie die je het beste kan hebben, waar je het meeste kracht kan leveren. Wat er ook voor zorgt dat de drill, het gevecht, zo kort mogelijk duurt. Want die vissen die kunnen zich ook echt kapot vechten. En op dat moment ben je in het voordeel en wist ik de vis uiteindelijk na ongeveer 10 minuten in de bek te pakken. Ik positioneerde de vis zo op kniediep water. Er kwamen twee grote vrachtschepen voorbij, waardoor ik wist dat het kripvak eigenlijk tijdelijk even een beetje leeg trekt. Waardoor de vis op het droge kwam te liggen en ik even een moment zag om een goede meting te doen. Nou, de officiële meting. En op dat moment dat voor de tweede keer het water terugliep en ik de vis eigenlijk wilde releasen, dus dan laat je hem weer terugzwemmen. Zag ik dat toen het water terugtrok, mijn bootje dus in het water werd meegenomen. Oké, de release. Dan heb ik nog even een kusje gegeven. Dat is voor heel veel mensen heel smerig, maar op dat moment, ja, dat doe je gewoon. En ik zag de vis wegzwemmen. Fantastisch. Toen heb ik 2 seconden genoten van dat moment en toen ben ik als een gek over die pier gaan rennen om met een hengel mijn boot proberen te vangen. Hoe proefde de kus? Ik kan me niet meer herinneren hoe het smaakte, maar het gevoel wat je die vis meegeeft van dankjewel, weet je wel. Ja, dat is magisch.